De economische controledienst ECD van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie ondergaat een structurele ordening. Dit deelde minister Reshma Kuldeep Singh vorige week mee aan de Nationale Assemblée. Bij de ECD waren er geen duidelijke richtlijnen over de wijze waarop veldcontroles moesten geschieden. Kuldeep Singh onthulde dat buurten waar de ECD'ers controles zouden houden, getipt waren voordat de controledienst op de locatie aankwam. Dus wat er nu gebeurt is dat zelfs de ECD'ers 's morgens niet weten waar ze naartoe gaan. Dus wanneer ze 's morgens aan het werk komen en het werk is uitgezet, dan pas weet men waar men naartoe gaat om de controle te doen. Ik mag u vertellen, voorzitter, dat in de periode februari tot 12 juli is er een totaal van SRD 3.714 SRD aan boetes geïnd. Het is niet prettig om dit te vertellen, voorzitter, omdat wij ook ondernemerschap stimuleren als het ministerie van Economische Zaken. Maar als ondernemers zich niet houden aan de regels, zijn wij genoodzaakt om harder op te treden. Winkels en andere ondernemingen worden door de ECD gecontroleerd op prijsaanduidingen, maximaal vastgestelde winstmarges voor klein- en groothandel, vervaldata van producten, tegengaan van smokkelpraktijken, controle op voorverpakte middelen en de hygiëne. Kuldeep Singh benadrukt dat het controleplan constant wordt aangescherpt met input vanuit het veld. Met betrekking tot het prijzenbeleid heeft het ministerie van EZ reeds een plan uitgewerkt, waarbij de samenwerking met de DC's wordt aangescherpt. De wijziging van het prijsaanduidingbesluit is geformaliseerd en wordt binnenkort aangeboden aan DNA. Met de wijziging van dit besluit wordt de kleinhandel verplicht gesteld om een bon of berekeningsnota aan de consumenten te verstrekken die moet worden voldoen aan bepaalde vereisen. Dat we ons niet kunnen voorstellen, voorzitter, dat dit nooit goedgekeurd is en dat er nooit een wet hierbij is gebracht dat men kan opeisen wat men heeft gekocht. De minister wijst er ook op dat de winstmarges bij staatsbesluit zijn aangepast. Het is voorgesteld om de winstmarges bij groothandelaren te brengen naar maximaal 10% voor alle basisgoederen en voor de kleine handelaren op maximaal 15% voor de basisgoederen.